verschillende opleidingen gedaan. Ik heb mijn master mogen doen in Argentinië. Ik vond dat toen fantastisch, omdat ik... Zo leert je ook die wereld beter kennen, want... Van eigen onderzoek. Ik ben heel graag bezig met literatuur. Met deze opleiding kan je heel veel kant op. Waarom geschiedenis studeren? Het is een hele brede studie. Het confronteert je met een heleboel verschillende tijdvakken. Ook met een heleboel verschillende thema's. Economie, maatschappij, cultuur, religie, demografie. Het is ook een studie die je heel sterk confronteert met het vreemde, met het andere. Het verleden is anders dan het heden. Mensen in het verleden dachten en deden anders dan wij. Het lijkt soms wel alsof de instituties, de structuren van onze huidige maatschappij, alsof die een natuurlijk gegeven zijn, alsof die altijd zo geweest zijn. Maar die zijn natuurlijk een gevolg van een specifieke historische ontwikkeling. Ben je er nou nieuwsgierig in om dat te gaan ontdekken? Houd je daarvan? Houd je van die confrontatie met de ander, met het vreemde? Lees je graag dikke boeken? Doe je graag onderzoek zelf in archieven of bibliotheken? Hou je van schrijven en presenteren? Hou je van zelf nadenken, kijken hoe zaken zaten, puzzelen? Een beetje een detective zijn als het ware? Ga dan zeker geschiedenis studeren. Wat moet je kunnen? Talen moet je beheersen. Je moet natuurlijk belangstelling hebben voor geschiedenis. Maar je moet daarnaast eigenlijk vooral die interesse hebben in dat verleden. Dat is ook de belangrijkste boodschap die je studenten zou kunnen geven, aankomende studenten, is ga iets studeren wat je boeiend vindt.